Repeat of niet? We gaan dan maar repeat of niet doen. My Indigo van Sharon den Adel. Je weet wel, van Within Temptation. Gisteren gedraaid voor de eerste keer. Werd echt warm onthaald, maar werkelijk heel warm, hè? Ja, door vooral die stem. Hè. Die stem is heel typerend en die is... Ja, populair. Ligt heel goed. En ja, benieuwd wat hij vandaag doet, die single. Het doet me wel aan iets denken, dat nummer. Ik heb nog niet heel veel gehoord, maar ik had direct zoiets van... Ah, het is wel, het heeft iets herkenbaar of zo. Ja. Sharon van der Adel is natuurlijk Nederlands. Er is een andere Nederlandse artiest die een beetje hetzelfde doet. En dan heb ik het over Dotan. Dit, hè? Als je dat in je hoofd houdt en je luistert dan naar die My Indigo van Sharon den Adel, dan ga je ook merken van, ja, potverdomme, dat heeft er wel iets van weg. Maar er zijn zo nog elementjes in het nummer dat ik denk van, ik herken het van ergens en ik weet niet van waar. Dus misschien mensen die nu luisteren, die mogen altijd meedenken van waar zijn er elementjes gepikt en gepakt. Dat mag je altijd doorsturen via de Q-app of 6025, maar vergeet er dan vooral ook niet repeat of niet bij te zetten, want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Zullen we er nog eens voor gaan? Hopelijk kweekt het geen psychopaten. Sharon den Adel met My Indigo. Word ik van al die dingen die binnenkomen via de Q-app. Het is echt, het is laaiend enthousiast. Ja, er is geen discussie over hoeveel goede reacties er op dat nummer binnenkomen, op de stem. Het werkt zelfs stressverminderend voor goedelen. Jurgen zegt, hij zegt keigoed, wat een prachtnummer volgens Justine en Joachim. Nog mooier dan gisteren, heerlijk, gewoon repeat. Ja, en als dat al mooier is dan gisteren, wat gaat dat dan straks geven? Miljarden! Aha! Wow. Maar dat stressverminderende, dat vind ik wel goed dat iemand dat gestuurd heeft. Ja, het heeft iets spiritueel ook, hè. De tekst en het, ja, de geluid. In het nummer, ik snap het wel. Mijn chakras? Ik zou ze openzetten. Ja. Maar niet te... Repeat of niet? Ah, ik vind hem mooi, maar ik mag jullie niet beïnvloeden, dat is niet de bedoeling. Onze repeat of niet, sinds gisteren is Sharon den Adel van Within Temptation solo met een track die heet My Indigo. En ze vertelde trouwens gisteren, mocht je dat gemist hebben, dat het eigenlijk ontstaan is uit het feit dat ze 2 jaar lang hebben getoerd met Within Temptation, dat ze toe was aan iets anders, dat ze een aantal privéproblemen ook had. En toen eigenlijk, ja, beginnen schrijven is, maar de muziek paste niet binnen Within Temptation, maar was wel zo goed dat ze dacht, ik breng dit gewoon solo uit. Dus Within Temptation gaat volgend jaar ook gewoon verder, maar met dit album en met Liefde voor Muziek, waar ze in zit binnenkort, zal ze wel scoren natuurlijk. Dus aan jullie om te beslissen of we dit nog verder moeten gaan draaien bij Q-Music of niet. My Indigo heet de track. Repeat naar 6025 of niet. Het is aan jullie om te beslissen of je hem straks terug hoort bij Maarten en Dorothee tussen 4 en 7. Ik ben eens benieuwd. Dit is Sharon den Adel. Ik geef even de 2 uitersten van reacties mee. Jelle stuurt niet. Het is Katagjank. Dat was, ja, nee. Dat mag hij sturen, dat kan best. Het andere uiterste komt van Femke. Repeat. Hier word ik helemaal rustig van. Zo'n engelenstem. Sharon den Adel met de nieuwe Indigo. Het is een repeat geworden, hoor. Met ongeveer 68% die het erover eens is. Dus je hoort hem straks terug tussen 4 en 7. Bij Maarten en Dorothee is dat het geval. Bloodhound Gang op de Repeat of niet? Het was even wat veel voor Sharon, de zangeres van Within Temptation. Privé ging het wat moeilijk en ze wilde gewoon even afstand nemen, even op zichzelf zijn. Ook wat afstand nemen van Within Temptation, gewoon op het gemak zijn. Maar tijdens die periode is ze wel muziek beginnen schrijven. Het resultaat klinkt eigenlijk erg mooi. Maar beslis vooral zelf, want haar nieuwe single My Indigo zit in Repeat of Niet. Wat vind jij ervan? Laat het ons weten. Moeten Sam en Heidi My Indigo opnieuw draaien? Stuur dan Repeat. Als je een nieuw liedje wil, stuur dan niet. Dus repeat of niet via de Q-app of 6025 voor My Indigo. Dit is Sharon den Adel. I call what we have indigo. I call what we have indigo. Mijn tante zit ertussen. Zit je zien?
Ariane van Quali is mijn tante. Ah nee, wat zegt ze? Ja, ze is een heel groot Within Temptation fan. En ze zegt, repeat, fantastisch liedje, fantastische stem. Dus ook de fans van Within Temptation zijn mee met het nieuwe werk van Sharon den Aal. Repeat, repeat of niet? Maar we krijgen uiteraard niet alleen sms'jes van de familie nee, van niet Maarten. Niet enkel vrienden en familie. Peter laat weten, repeat, zalig, rustig nummertje, prachtige stem. Ik begin het echt wel leuk te vinden. Repeat voor mij, laat Michiel weten. De max bij de afwas, zegt Miyagi. En nog een hele, ja, moet ik het zeggen, melige sms bijna van Vincent. Als uw hart kiekenvel krijgt, dan is dat zeker een repeat waard. Wow. Straight from the heart. Ja, jongens, toch, dat is echt als poëzie bijna. Dat is diepgaand, hè? Waarschijnlijk. Maar het is dus opnieuw een repeat geworden. Je hoort Sharon morgen opnieuw bij Sam en Heidi iets voor 7:30. Hoofdpunten van het...